Het was eigenlijk de bedoeling dat Hanneke Groenteman vorige maand naar Italië zou afreizen voor de opnames van het Bo van Erve Dorens programma Lago de Bo, maar dat heeft ze naar eigen zeggen afgezegd. En niet alleen omdat de vlucht slechts enkele dagen na de opnames van Boerderij van Dorst zou plaatsvinden. Hanneke was namelijk niet zo enthousiast over de persoon waarmee ze 4 dagen lang een gastanduo zou vormen, topvoetballer Matthijs de Ligt. A was Raven eerder, maar ik vind het soort gelijkgewicht van Raven. Dat gaf bij mij wel een beetje de doorslag, zegt ze in de podcast van haar zoon, Teun Gijs Vertellen Alles. Ze vervolgt, ik vind het soort gelijkgewicht van Matthijs de Ligt, daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken, om daar 3 dagen mee te verkeren. Bo wel hoor, bo wel. Waarschijnlijk had Hanneke het wel gedaan als Raven haar niet zou hebben uitgenodigd. Ik zou het absoluut graag gedaan hebben als Raven van Dorst er niet voor zat en ik vind het hysterisch, opgefokt en raar om alsmaar in bejaarde gast in dit soort programma's te verschijnen. Haar zoon Gijs, dat vind ik ook een beetje Catherine Keil-achtig. Om alles te doen, zal ik maar zeggen. Krijgt ze eigenlijk betaald voor dit soort programma's? Bij Van Dorst wel, maar bij Bo niet. Wie hoeft Hanneke nog meer niet te bellen? Linda de Mol, ze heeft geen zin om haar hele levensverhaal nog eens uit te leggen op de bank van Linda's wintermaand. Ik heb een verhaal een paar keer al verteld en dat is echt nu klaar. Van, go, vertel eens over het onderduiken en dit en dat. Ik heb er geen zin meer in. Linda's zomerweek, nee. Dat is alleen maar uitputtend praten.